sta hier met uitzicht op Bethlehem. We zijn hier de afgelopen dagen geweest op werkbezoek. We hebben moedige mensen gesproken, Arabieren, Palestijnen, Israëliërs. Veel gesprekken gevoerd over de politieke situatie. Waarbij ik eerlijk gezegd eigenlijk niet veel hoopvolder ben over de situatie hier met betrekking tot het vreedzaam samenleven van mensen en een politieke oplossing. Waar ik wel positief over ben, is de gesprekken die ik heb gevoerd met die moedige mensen die toch ondanks de spanningen, toch ondanks die aanslagen, het lef hebben om elkaar te blijven ontmoeten. Met name de mensen die van de Westbank komen, Palestijnen, die bereid zijn om Israëliërs te ontmoeten en daarover te spreken. Dat vergt echt heel veel moed en daar heb ik heel veel respect voor gekregen. De nieuwe president in Amerika, 20 januari zal hij beëdigd worden. Men kijkt hier, als ik de verhalen hoor, wel heel erg hoopvol uit naar de komst van die nieuwe president. Men verwacht veel meer steun dan de oude president Obama. En dat kan een steun in de rug zijn voor Israël. Tegelijkertijd hoop ik dat ook Amerika oog zal hebben voor het lot van de Palestijnen, de Palestijnse christenen, om uiteindelijk hier de situatie leefbaar te maken. Veilige situatie voor de Israëliërs, tegelijkertijd een leefbaar deel op de Westbank voor de Palestijnen, als ook natuurlijk het goed samen kunnen leven van de Arabieren en Israëlieten hier in Israël zelf. Ik zie daarbij zelf, alle gesprekken gevoerd hebbende, niet snel alsnog een twee-staten-oplossing van de grond komen. Ik hoop wel dat de bewegingsvrijheid van mensen op de westelijke Jordaan-oever zal vergroten, dat ze hun familieleden makkelijker kunnen bezoeken, dat ze misschien de ingang tot Israël makkelijker kunnen bereiken. Tegelijkertijd hoop ik ook dat echt die veiligheid voor de Israëlieten hier in Israël, maar ook op de Westbank, zal toenemen.